Nou, ik moest ergens een begin maken in mijn verhaal. Dus ik neem aan dat jullie bekend zijn met Wikimedia Commons, maar zo niet. Nog even de one-stop-shop, zeg maar, voor Wikimedia Commons. De vrije open mediabank, als ik het goed zeg. Want in Wikimedia Commons zitten niet alleen heel veel afbeeldingen, maar ook andersoortige mediabestanden, zoals video- en geluidsbestanden, pdf's, et cetera. En Wikimedia Commons is het bekendst omdat de afbeeldingen die je in Wikipedia allemaal ziet staan, allemaal opgeslagen zijn in Wikimedia Commons. Er zijn twee unieke kenmerken aan Wikimedia Commons. Ten eerste is dat alle inhoud onder ofwel een vrije licentie en dan typisch Creative Commons beschikbaar is, dan wel tot het publieke domein behoort. Denk bijvoorbeeld aan 2D-opnames van oude schilderijen bijvoorbeeld. En het tweede fantastische kenmerk van Commons is dat iedereen eraan mag bijdragen. Dus je mag foto's die je zelf gemaakt hebt, mag je uploaden naar Wikimedia Commons. Of je, als je foto's vindt die een vrije licentie hebben of die tot het publieke domein behoren, mag je dat ook op Commons zetten. En dat is precies wat wij als KB sinds 2013 doen. Periodiek doen wij beelddonaties aan Wikimedia Commons. En op dit moment hebben we zo'n 25.000 beelden uit onze collectie op Commons beschikbaar. Dat zijn allemaal beelden uit het publieke domein, dus allemaal oudere werken. En al die beelden verzamelen we in één categorie die jullie onderaan de dia zien staan. Media Contributed bij Koninklijke Bibliotheek. En ik wou voor mijn verhaal inzoomen op één specifiek werk uit onze collectie, een van onze topstukken. Dat is de Stedenatlas van Frederik de Wit uit het eind van de 17e eeuw, 1698. En ik zal dit werk in de rest van mijn verhaal gebruiken om mijn verhaal op te hangen. Wat zie je nou in deze fantastische oude atlas? Er zijn eigenlijk twee soorten platen staan erin. Ten eerste zijn er plattegronden, zeg maar bovenaanzichten van de steden uit wat nu Nederland, België en Noord-Frankrijk is. En bijvoorbeeld Amsterdam is jullie rechtsonder staan. Maar er staan ook allerlei fantastische aangezichten van belangrijke gebouwen uit die steden in. Bijvoorbeeld de Dam zien jullie staan en ook voor de kenners uit Leiden, dat is de Hooglandse Kerk. Helemaal in het begin, toen wij net bezig waren met Wikimedia Commons en toen Hai Kranen bij ons Wikipedia in Residence was, heeft Hai destijds 155 platen uit die atlas op Commons gezet, geüpload. En ik wil één specifieke plaat er even uit gaan lichten voor mijn verhaal. Dat is het plaatje rechtsonder, dat is de Sint Pancras, oftewel Hooglandse Kerk in Leiden. En ik wil specifiek even gaan kijken naar hoe dit mediabestand, deze afbeelding, op Commons beschreven wordt. En als je dan doorscrollt naar beneden op deze pagina, dan krijg je dit te zien. Dit is eigenlijk de metadata bij die afbeelding. En als je dat zo bekijkt, dan denk je, dat ziet er aardig gestructureerd uit. Het lijkt best wel op gestructureerde data, hè? Want het zit netjes in met velden en in kolommen en in rijen, et cetera. Ja, dat is schijnbedriegt, want als je dan bijvoorbeeld eens de broncode, zeg maar, de wikicode achter deze metadata opvraagt, dan krijg je dit te zien. En eigenlijk wat je daar ziet, dat lijkt wel gestructureerd, hè? Het staat netjes onder elkaar en er wordt gebruik gemaakt van die dingen die tussen die curly brackets staan, dat zijn dan in wikitermen schablonen. Maar eigenlijk wat je hier ziet is gewoon eigenlijk vrije tekst. Je kan hier van alles invullen. He, dat de conventie, de afspraken zijn dat je dat niet zomaar doet, maar je zou hier gewoon vrije tekst kunnen invullen. Er wordt wel iets van structuur aangebracht met behulp van die schablonen die jullie zien. Maar dat is ook, dat is losjes, zeg maar. Wat tot resultaat heeft dat de inhoud van deze pagina redelijk lastig machine leesbaar is, als je dat op een goede, gestructureerde en betrouwbare manier wilt gaan doen. En als je dus meertaligheid wilt toevoegen, je ziet hier het Latijn, Nederlands en het Frans zie je bijvoorbeeld staan, dan moet je dat steeds met de hand doen. Er zijn geen automatische manieren om vanzelf, zeg maar, nieuwe talen aan deze bestandsbeschrijving toe te gaan voegen. Nou, dat zijn best wel nadelen, zeg maar. En er is gelukkig wel een oplossing voor gevonden. En die oplossing is, het zal niet verbazen gezien het thema van vanmiddag, Wikidata.
Want wat je namelijk kunt gaan doen is de afbeeldingen die op Commons staan gaan koppelen aan de linked open data die in Wikidata beschikbaar is. Als je dan die optelsom doet, dan kom je op een project, een initiatief, een manier van werken die bekend staat als Structured Data on Commons in de Wikimedia wereld. Nou, en hoe zit dat dan? Dat wou ik jullie laten zien aan de hand van een andere afbeelding uit een van onze topstukken. Dat is het, deze potvis uit Visboek Koenen. En als je deze pagina opvraagt en je scrolt weer naar beneden, dan zie je weer in eerste instantie gewoon die reguliere bestandsbeschrijvingen, die zogenaamd gestructureerde beschrijving, wat eigenlijk onder de motorkap eigenlijk gewoon vrije tekst is. Maar daarboven zie je ook het tabblad gestructureerde data staan. En als je daar dan in kijkt, dan heb je opeens echte gestructureerde data. Want alle dingen die jullie hier zien, dat zijn allemaal properties en items uit Wikidata. Dus het zijn allemaal entiteiten die uit Wikidata afkomstig zijn. Nou, het voordeel ervan is natuurlijk dat je dan door middel van deze gestructureerde data die afbeelding kunt gaan koppelen aan Wikidata. En je kan hem echt gestructureerde en machine leesbare data aan toevoegen. En het wordt, daarmee wordt die afbeelding ook onderdeel van de Linked Open Data Cloud. Ik ga nu nog wat verder inzoomen en ik ga specifiek inzoomen op het volgende. Wat kan je allemaal zien op afbeeldingen uit onze collectie? Ik ga het dus niet hebben over de makers of auteursrechten of zo, maar ik ga echt kijken naar wat wordt er op afbeeldingen uit onze collectie afgebeeld. Om dat even te illustreren ga ik weer de Hooglandse Kerk weer even bijpakken. En wat zie je nou op deze afbeelding afgebeeld staan? Nou, ten eerste is dat natuurlijk de Hooglandse Kerk. En dan ga je niet zomaar zeggen, nou, dit is zomaar de Hooglandse Kerk. Nee, dan zeg je meteen, ik koppel dat aan een item op Wikidata. Dus ik geef daar zo'n unuk Q-nummertje aan. Nou, voor de kenners van Leiden, dan zie je ook nog in de achtergrond de Burcht weer staan. Ook weer gekoppeld aan Wikidata. En als je goed kijkt, dan zie je een hond. En daar links zie je nog een hond. En als je dan verder kijkt, nou, je ziet nog veel meer dingen afgebeeld staan op deze afbeelding, deze plaat. Allemaal gekoppeld aan Wikidata. En wat je dan kunt gaan doen, dan kun je onder aan die pagina, onderaan die, in die bestandsbeschrijving, heb je dat wederom, dat tabblad gestructureerde data. En daar kan je al die dingen die je ziet, kan je dus vastleggen als Wikidata items. En je ziet ook meteen dat bij hond daar, dat er ook qualifiers mogelijk zijn in deze beschrijving. Ik liet net zien dat er twee honden afgebeeld staan. En dat kan je dan ook vastleggen in deze beschrijving op Wikimedia Commons. En wat is nou het hele aardige van het feit dat je dus dingen uit Wikidata gaat koppelen? Dan krijg je zoiets wat je zou kunnen noemen automatische meertaligheid. Want je ziet, hier zie je de Nederlandstalige labels van die Wikidata items afgebeeld. Maar ja, je kan ze ook, als je dan de interface van Wikimedia Commons in het Engels zou zetten, dan zie je ook opeens de Engelstalige labels. Of de Russische labels, of de Arabische labels. Dus op die manier kan je heel makkelijk, onafhankelijk van taal, kan je dus elementen ontdekken die uit deze afbeelding uit de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek afkomstig zijn. Dan kan je je afvragen, nou leuk, dus leuk werk om dan vast te leggen wat er op afbeeldingen te zien zijn, maar hoe doe je dat nou? Welke tools zijn daarvoor beschikbaar? Er zijn er een aantal en ik heb er vier hier uitgewerkt om jullie uit te leggen. Die ga ik nu gewoon één voor één even behandelen. Ten eerste, dat is eigenlijk wat ik net al liet zien, je kan gewoon in de browser, in de reguliere interface van Wikimedia Commons, kan je die labels gaan toevoegen. Ik heb dat even geïllustreerd aan de hand van deze afbeelding uit Atlas de Wit, waar Leeuwarden op afgebeeld staat als meest prominente, in het oog springend ding. Je ziet ook dat er een klassieke vestingstad op afgebeeld staan en al die driehoekige uitsteeksels uit die vestingstad, dat zijn bastions. Nou, dat kan je vastleggen, wederom in datzelfde
tabblad gestructureerde data. En dan kan je gewoon gaan typen in de balk die je daar krijgt onder items getoond in dit bestand beeld af. En als je dan begint met intypen van Leeuwa, krijg je vanzelf de suggestie, bedoelt u de hoofdstad van Friesland? En dan zeg je, nou inderdaad, ja, die bedoel ik. En op dezelfde manier kan je dan ook vestingstad en bastion uit de Wikidata inventaris kiezen. En dat kan je op deze manier kan je dat dan vastleggen. Met een netjes een vinkje bij Leeuwarden dat dat het meest prominente ding is wat je op die afbeelding te zien hebt. Als je nou denkt, ik zit liever op mijn tablet of zo, op mijn phone en ik ben meer mobiel georiënteerd, dan is er ook een hele aardige tool beschikbaar. Die heet ISA. En ISA is dus ook weer een tool om dus Wikidata items te gaan koppelen aan afbeeldingen. En als beheerder, of als collectiebeheerende instelling wil je deze tool inzetten, dan kan je als beheerder van je beeldcollectie kan je bestanden gaan uploaden naar deze tool. Typisch zeg je eigenlijk alle bestanden die je in een bepaalde categorie op Wikimedia Commons zet, voeg die nou toe aan de ISA tool. En dat hebben we ook gedaan met dat stedenboek van Frederik de Wit. En dan heb je dus een campagne aangemaakt en dan kan je die campagne een bepaalde duur laten lopen, bijvoorbeeld voor een maand of net hoe je dat instelt, 2 maanden of langer. En gedurende die campagnetijd kunnen mensen dan vanaf hun tablet, maar het werkt ook gewoon in de browser moet ik zeggen hoor, kunnen ze dan gaan taggen, gaan aangeven wat er allemaal op een afbeelding te zien is. Zoals deze bijvoorbeeld afbeelding van Brugge en al die blauwe dingen die je onderaan ziet staan, dat zijn dus allemaal gekoppelde Wikidata-items aan deze specifieke afbeelding. Nou, dit is allemaal redelijk, zeg maar, beeld voor beeld. Als je nou denkt, ik heb een hele trits afbeeldingen waar steeds één bepaald ding, één steeds hetzelfde ding op staat, op is afgebeeld, en je wil dat gaan vastleggen, dan kan je gebruik gaan maken van een tool, een gadget, die ACDC heet. En daarmee kan je dus in bulk Wikidata items / tags gaan toevoegen. En hoe werkt dat nou bijvoorbeeld? Je kan het, als je naar de URL die onderaan de pagina staat, als je daarheen gaat, dan kun je op Try it without installing klikken. En dan krijg je een dialoogje. En daarin kan je een reeks bestandnamen typen als je dat zou willen. Maar wat eigenlijk handiger is als je gewoon zegt, nou, geef me nou alle afbeeldingen uit de categorie op Commons Atlas de Wit 1698. Die worden dan allemaal geladen in de tool. En als we even voor de casus zouden aannemen dat op al die platen uit Atlas de Wit allemaal steeds een vestingstad te zien is, dan kan je dat hier gaan intypen in de zoekbalk daaronder. En als je dan het Wikidata item over die vestingstad gevonden hebt, dan kan je dat in één keer aan al die afbeeldingen gaan toevoegen. En het vierde hulpmiddel wat ik wil laten zien om automatisch Wikidata aan Commons te koppelen, dat werkt met behulp van automatische beeldherkenning. Computer-aided tagging heet dat. En dat is alleen beschikbaar voor bepaalde soort geregistreerde en auto-confirmed users op Wikimedia Commons. Maar dat ben je al redelijk snel. En als je dus beelden uploadt, dan wordt er door de Google Cloud Vision technologie worden er vanzelf suggesties gedaan voor wat er op die afbeelding te zien is. Het ziet er dan bijvoorbeeld zo uit. Hè. Dit is een afbeelding uit een van onze KB-atlassen, Atlas Schoenmaker. En Google Cloud Vision die analyseert dan deze plaat, deze afbeelding. En onderaan geeft hij suggesties van wat er mogelijk te zien zou zijn op die afbeelding. Nou, en dan kan je zelf als gebruiker kan je dan gaan aanklikken, aanvinken van, nou, dat klopt eigenlijk wel. We zien bijvoorbeeld een boom, we zien een woonhuis, we zien een gebouw. Maar stedenbouwkunde, dat herken ik niet echt in afbeelding, dus die vink je dan niet aan, en et cetera. Zo kan je dus de gesuggereerde labels goed of afkeuren. En je kunt ook zelf desgewenst eigen labels toevoegen. En als je dan op de plaatsenknop klikt, dan worden die labels ook weer toegevoegd aan dat Wikimedia Commons bestand. Goed, dat waren de 4 manieren hoe je Wikidata kunt
koppelen aan Wikimedia Commons. En dan kan je afvragen, nou, dat leuk als dat gedaan is. Hoe kan ik dan beelden die voorzien zijn van gestructureerde data uit Wikidata, hoe kan ik dat soort beelden eigenlijk nu gaan opsporen? Nou, er zijn ook weer een aantal manieren voor. Ik heb er ook weer 4 uitgewerkt. Dus die ga ik ook nog gewoon weer 1 voor 1 even laten zien. De eerste manier is de makkelijkste eigenlijk. En ook de minst accurate, moet ik zeggen. Dat is gewoon via het snel zoeken in comments. Op elke pagina op comments staat rechtsboven staat er een snelzoekbalk. En als je daar dus bijvoorbeeld church intypt, dan krijg je niet alleen bovenaan de bestanden te zien waarin de bestandsnaam of de bestandsbeschrijving het woord church in voorkomt, maar daaronder krijg je ook suggesties van afbeeldingen waar een church op te zien is. Je ziet hier meteen een heel aardig aspect van. Hè? Je zoekt in het Engels, maar we krijgen ook resultaten in het Nederlands terug. En dat heeft ermee te maken dat ik mijn Wikimedia Commons interface in het Nederlands ingesteld heb. Maar het is wel handig als je, om meertalig te kunnen zoeken en vinden. Een iets accuratere manier is via het reguliere zoekformulier wat op Commons beschikbaar is. En als je dan deze iets wat cryptische query intypt, wat vind je dan? Dan vind je afbeeldingen van steden die aan de Zuiderzee liggen in Atlas de Wit. En hoe zit dat nou? Als je dan even naar die query kijkt, hè, dan zie je eigenlijk Atlas de Wit. En dan zie je dat has WB statement P180 is Q228655. En daarmee eigenlijk wordt gezegd, geef me nou eens bestanden uit Atlas de Wit, waarop afgebeeld wordt, dat is die P180, het Q-nummertje wat dan over de Zuiderzee gaat. En je ziet hier meteen iets heel interessants. Afgezien van Atlas de Wit komt er in deze query verder geen taligheid van pas. Het zijn gewoon nummertjes en een keertje een P en een Q'tje. Dus je kan op deze manier taalonafhankelijk gaan zoeken op de inhoud van afbeeldingen. En dat kan je dan ook bijvoorbeeld doen. Geef me eens plaatjes uit Atlas de Wit waar dan zeilboten op afgebeeld staan. En als je dan het Q-nummertje verandert, dan krijg je opeens zeilboten. Dus dat is een hele mooie manier om ook op inhoud afbeeldingen te kunnen doorzoeken. Nou, als je nou denkt van, ik vind die query daarbovenin in het zoekveld, vind ik er best wel lastig uitzien, hè, met dat WB statement en die P'tjes en die Q'tjes en zo. Dan denk je, nou, dat moet vast slimmer kunnen. Nou, dat is inderdaad zo. En de slimmerik die is ook aanwezig vandaag, dat is namelijk Hai. Want Hai heeft een jaar geleden, denk ik ongeveer, heeft hij een fantastische zoektool in elkaar gezet, bekend onder de naam Hai's Structured Search. En dat is eigenlijk een visuele zoekmachine om afbeeldingen met, maar ook eigenlijk zonder gestructureerde data in Wikimedia Commons te kunnen vinden. En elke keer als ik iets met gestructureerde data en commons wil doen, gebruik ik deze zoektool van Hai. Het werkt gewoon heel, heel lekker en heel snel ook. En om dit op de collectie van de KB toe te passen, je kan bijvoorbeeld zeggen, je kan een categorie opgeven. Nou, laat eens alle beelden zien die in deze specifieke categorie Media Contributed bij Koninklijke Bibliotheek staan. En op deze manier vind je niet alleen beelden met gestructureerde data, maar ook zonder gestructureerde data. Je vindt dus alle beelden in deze categorie. Maar ja, het zou geen structured search heten als je ook niet naar gestructureerde data zou kunnen zoeken. En dat kan je bijvoorbeeld doen op deze manier. En omdat de interface en de functionaliteit in die zoektool ook in meerdere talen, waaronder het Frans, beschikbaar is, kan je dus ook bijvoorbeeld Franstalig gaan zoeken. Dus je kan gaan zoeken naar beelden uit de KB-collectie die des pains poisons, dus die vissen afbeelden in het Frans. En dan krijg je 18 resultaten uit onze collectie te zien. Waarbij dus voor de kenners, Der Nature Bloemen, daar staan, dat is een manuscript uit de middeleeuwen van Jacob van Maarland, daar staan dus de meeste vissen in. En je kan ook gecombineerd gaan zoeken. Laat je zeggen, nou, bijvoorbeeld in het Chinees, geef me nou eens alle afbeeldingen uit de KB-collectie, waar zowel een kat als een hond op te zien is.
Dan kan je dat in no time met Hives zoektool ook weer in elkaar klikken in zo'n query en ook weer de resultaten daarvan dan opvragen. En tot slot, om mijn verhaal af te ronden. Als je nou denkt, nou, dit is allemaal leuk, het zoeken, maar dat beperkt zich allemaal tot de graphical user interface, de GUI. Maar ik wil gewoon iets met data en JSON en zo hebben. Nou, dat kan ook, want sinds, nou, ik denk een jaartje of twee of zo, al enige tijd alweer, is er ook een Sparkle endpoint op Wikimedia Commons beschikbaar. En als je enigszins handig bent met het schrijven van Sparkle queries in Wikidata, dan is het ook een relatief eenvoudig klusje om ook dezelfde soort queries in het Sparkle endpoint van Wikimedia Commons te schrijven. Dus je kan dan bijvoorbeeld een query schrijven, geef me nou eens alle dingen die afgebeeld staan in Atlas de Wit. En dan krijg je gewoon een heel mooi lijstje hier met per bestand welke entiteiten uit Wikidata er afgebeeld staan op dat specifieke bestand. En als je nou denkt, ja, leuk zo'n lijstje, maar ik wil het van als JSON hebben, want ik wil er databewerking et cetera op gaan doen en het in Python scriptjes kunnen laden en zo. Nou, dan kan dat ook. Je kan ook gewoon via één URL kan je ook gewoon de JSON respons opvragen. En als je dan wat verder gaat spelen met deze Sparkle, met een Sparkle endpoint, kan je ook een image gallery, een beeldengalerijtje opvragen van alle afbeeldingen uit Atlas de Wit. En wat natuurlijk een hele voor de hand liggende is, geef eens een kaartje van de locaties van al die steden uit Atlas de Wit. En daar, als je dan de Sparkle query die hier afgebeeld staat, als je die zou intypen en een kaartje daarvoor opvraagt, dan krijg je het kaartje wat hier te zien is. Dus dan zie je inderdaad dat die steden in het huidige Nederland, België en in Noord-Frankrijk liggen. Oké, dat was het tot zover. Als je nou dit dus rustig nog wil nalezen, dan nog een paar leestips hier. Die komen ook natuurlijk terug in de presentatie die ik ook beschikbaar zal maken straks na het eind, naar het einde, dus over een uurtje of zo, anderhalf uurtje. Dus ja, tot zover. Super, dankjewel.